Dag, reviewvriendjes. Hoe is het daar? Nou, mooi. Hier eigenlijk ook wel. Wat zit er onder het doosje? Wat heeft ons nacht met je opgestuurd? La 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 la. Ik doe vrolijk, maar ik ben het niet. Nou, eens even kijken. Ach, wat leuk. Filet Americain van de Appie de Gappie. Ik ben een man. En een man houdt van vlees. Veel vlees. Het liefst rood vlees. En als iets rood vlees is, is het wel de filet Americain, want daar pleuren ze namelijk kleurstof in. Maar ik hou wel van filet Americain. Filet Americain is eigenlijk heel lekker, terwijl je weet dat je het eigenlijk niet moet doen. Want het blijft natuurlijk gewoon rauw vlees, laten we wel wezen. Maar filet Americain op zijn tijd, mooi geroosterd zuurdezenbroodje. En dan had je flatsie, een beetje van die vermalen troep erop met kruiden. Ja, lekker. Wat hebben we hier? We hebben de gewone filet Americain. Dan hebben we de biologische filet Americain. Leuk. Oh, en dan hebben we ook de vegetarische filet Americain. En dat kan natuurlijk niet. Luister. Vaak komen vegetarische producten er beter uit dan ik had verwacht. Alleen, filet Americain is vermalen vlees. Punt. Hoe je filet Americain van sojabonen wil maken, dat mag God weten. En Jezus erbij. Maar we gaan wel nog even proeven. Dus eerst even broodjes toosten. Tot zo. Zo, brood getoost. Even kijken, de volgorde. Ik denk de gewone, dan de biologische en dan de vegetarische. We gaan gewoon beginnen. De gewone filet Americain ziet eruit zoals gewone filet Americain. Bijna oranje. Het stinkt naar kruiden en naar vlees. Wat zit... Godverdomme, wat zit er eigenlijk in, joh? Rundvlees. Water, azijn, tomatenpuree. Zout, suiker, specerijen. En heel veel andere troep. Waarvan je het bestaan niet eens weet. Kwakkie filet. Op het broodje. Normaal doe je er natuurlijk peper op. Maar dat vind ik niet zo eerlijk. Om te proeven als je er heel veel peper op gooit. Gaat die de gewone filet Americain. Van de Appie. Ja. Eigenlijk is hij niet zo heel smaakvol. Hij is eigenlijk niet zo heel erg lekker gekruid. Maar het is overduidelijk filet Americain. Vermalen rundvlees. Met wat toevoegingen. Ik vind de gewone filet Americain van Albert Heijn eigenlijk helemaal niet zo lekker. Als ik hem van de slager koop, zo, dan zit er veel meer smaak aan. Dan heb je veel meer het gevoel dat je iets lekkers eet. Het is eigenlijk gewoon vleessmurrie. Dan moet haast wel de biologische veel beter zijn. Want alles wat biologisch is, is altijd goed, zegt mijn moeder altijd. Nou, bij de biologische filet Americain hebben ze een patroontje erin gedaan. Hoe leuk is dat? Is het niet gezellig? Waar lijkt het op? Ja, laat ik maar niet zeggen waar het op lijkt. Het ziet er verschrikkelijk uit. Het ruikt iets minder heftig dan die. Deze rook heel erg naar kruiden. Deze ruikt eigenlijk naar niks. Ja, dat kan. Op een boterhammetje. Kijk, het verschil, moet ik eerlijk zeggen, is dat de gewone filet Americain glimt helemaal als je hem op je boterhammetje hebt gesmeerd. En dus de biologische, die wordt een beetje dof. Dat is wel interessant. Wat dat betekent, het verschil, dat weet ik ook niet. De biologische, qua ingrediënten, is eigenlijk exact als de gewone. Er zitten alleen iets minder E-nummertjes in en dingen waarvan je denkt, wat is het? Maar laten we even gaan proeven, want het gaat over smaak. De biologische heeft meer smaak van... Ik denk toch wel van meer vleessmaak. En hij is pittiger, wat ook daar ontbrak. Alhoewel de biologische dus niet heel veel duurder is, want deze is 2,49 voor 150 gram. Deze is 2,39 voor 120 gram. Dus eigenlijk zijn ze niet zo duur. Is de biologische veel lekkerder. Zit meer smaak aan. Het is ook meer puur. Met die gewone heb je een beetje het gevoel dat je... Een soort glimmende smurrie aan het eten bent zonder veel smaak.
En hier zit, dit is gewoon filet américain. Met smaak. Veel beter. Hier ben ik nou benieuwd naar, want dit kan niet. Kijk, ze hebben het wel nagemaakt qua structuur. Maar daar zijn die vegetarische jongens altijd wel goed in. Alleen deze is wel heel oranje. Ja, het ruikt ook naar filet américain, maar eigenlijk ruikt je gewoon dus de kruiden. De vegetarische filet américain, ja, daar zit natuurlijk geen vlees in. Wat er wel in zit, mag iedereen weten, maar er zit heel veel verdikkingsmiddelen in. Echt de ene nummer naar de andere een nummer. Wat niet betekent dat het preventie slecht is, want niet alle een nummers zijn chemisch en slecht. Maar mais en soja zit er dan in. Ja, ze hebben wel heel veel spullen erbij moeten gooien. Zeg, god, zal maar kraken. Alleen al voedingszuren zitten er al drie in. Stabilisatoren, verdikkingsmiddelen, vier. Kijk, ik heb het al vaker gezegd. Als je vegetarisch wil zijn, prima. Of vegetariër wil zijn. Hè? Want een mens is natuurlijk niet vegetarisch. Maar mijn dochtertje doet dat tegenwoordig ook. Heel irritant overigens, maar goed. Doe maar lekker. Alleen, waarom moet nou alles nagemaakt worden wat wij vleeseters consumeren? Waarom is er dan een of andere zeurderige hippie die zegt... Ja, maar ik wil geen vlees eten, maar ik wil wel filet américain, hoor. Nee, eet lekker een selderijsteak. Maar goed, het ziet er precies hetzelfde uit. Het ruikt ook nog hetzelfde. We mogen hopen dat het wel anders smaakt, anders hebben we een probleem. Ja. Het smaakt echt anders. Je proeft dat er geen vlees in zit. Maar het komt wel in de buurt van filet américain. Het ziet er gewoon echt uit als filet américain. De structuur is redelijk nagebootst. Is ook filet américain. Het ruikt naar filet américain. Oh ja, maar smaakt het dan ook naar filet américain? Nee, het smaakt een beetje bitter. Het komt ook in de buurt omdat ze dezelfde kruiden gebruiken als in die vleespullen. Ik weet niet of ik het lekker vind. Maar vies is het niet. Het is niet vies. Het is weer gewoon... Ja, het is weer gewoon goed gedaan. Vega filet américain op basis van melk. Nou, hartstikke leuk. Zou ik dit vaker willen eten? Nee. Waarom niet, Jan? Nou, ik vind het niet helemaal lekker. En ik ben een beetje conservatief. Als ik filet américain eet, moet daar rundvlees in zitten. Ja. Yeah. Ik neem nog een beetje van de biologische. Waarom? Omdat ik honger heb. Tijd voor de cijfertjes. Filet américain van Albert Heijn. De gewone, de biologische en de vega. Ik kan er heel kort over zijn. Biologisch heeft gewonnen met twee vingers in de neus. Ik ga toch weer een beetje raar doen. De gewone filet américain bevalt mij niet. Hij glimt als de pest. Het is moesig. Weet je wat? Het is echt moesig. Het is eigenlijk net zo duur als de biologische. Dus de smaak is niet helemaal oké. Er zit te weinig peper in. Hij is nog, ik vind hem minder nog dan de vegetarische. Enfin, deze die krijgt van mij toch een 6. Omdat het een prima product is verder. Alleen is het niet helemaal mijn dingetje. De vegetarische die krijgt van mij een 7. Omdat ik het heel erg knap vind dat je filet américain namaakt en in de buurt komt. Ik denk dat als jij een vegetariër bent die heel graag toch wel een beetje terugverlangt naar zijn vleestijdperk, dat je met dit jezelf redelijk kan bevredigen. Ja, dus die krijgt van mij een 7. En de winnaar is de biologische Albert Heijn filet américain. Want die is gewoon lekker. Die is gewoon goed. Die ga ik gewoon vaker kopen. Ja, lekker man. Ja. Die krijgt van mij een 8.